dames en heren, aangezien dit geen officiële raadsbijeenkomst is, maar een openbare raadsbijeenkomst, geen officiële raadsvergadering, hoef ik me ook niet te storen aan allerlei procedures en kan ik Gerard dus ook van harte feliciteren met zijn verjaardag, want het is vandaag. Namens ons allemaal van harte gefeliciteerd. Het was wat organiseren om het zo precies te doen dat wij met z'n allen bij jouw verjaardag konden zijn, maar het is dan toch voor elkaar gekomen. En daarmee heb ik naast de felicitatie in jouw richting namens ons allemaal ook de opening verricht. En dat is denk ik ook goed. Want er staat heel wat op de agenda vanavond. In het kader van de voorbereidingen van enerzijds de coalitieonderhandeling en de coalitievorming. En dan zal aan het eind van deze vergadering eerst door onze informateur, mevrouw Judith Campagne, zal daarover teruggekoppeld worden, wat de stand van zaken is. En daarna zal mevrouw Bakelaar als trekker van de onderhandelingen, het is bij u toch op uw bord gekomen na de verkiezingen, zult u het vervolg ook schetsen. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Maar daaraan voorafgaand zullen wij met elkaar stilstaan bij de voorbereiding van, ik noem nog even het Ommerakkoord. Er zijn wel wat verschillende terminologieën gehanteerd inmiddels. Maar ik hou nog even vast aan het Ommerakkoord. En dat langs twee lijnen. We hebben gevraagd aan Hans-Peter Benschop van het Trambureau Overijssel om ons bij te praten over wat de trends zijn op dit moment. De trends die met name voor Ommen van belang zijn. Dus welkom in ons midden en fijn dat je ons wilt bijpraten. En ik heb al aan het begin van deze bijeenkomst gevraagd, zou je dat in 20, 25 minuten kunnen doen? En dat ga jij proberen. Maar we gaan desalniettemin ook de ruimte geven om aan u om vragen te stellen, zodat u een goed beeld krijgt. Daarmee ontstaat iets van een beeld bij u over wat de prioritering van thema's zou kunnen zijn in het Ommerakkoord. Want dat is, dacht ik, de achterliggende gedachte. En het tweede deel, pratend over het Ommerakkoord, dan zal Ferenc van Damme zal ons... jij zit daar, ja? Jij zult ons vanuit jouw ervaring bijpraten over hoe je zo'n Ommerakkoord zou kunnen opzetten. En ik neem alvast een schot voor de boeg. Niet vanuit de gedachte als we het nou eens even netjes opschrijven, maar veel meer vanuit de gedachte als je interactie met de samenleving wilt organiseren, hoe doe je dat op een zodanige wijze dat het ook echt van de grond komt? Want dat is de achterliggende gedachte bij de presentatie. Nou, en wij hopen allemaal dat het u als raadsleden helpt om met elkaar te komen tot richting hoe dat Ommerakkoord eruit zou kunnen zien. Dus zowel vanuit de prioritering als vanuit het proces. En ik denk dat ik daarmee de beide onderdelen die centraal staan in deze avond heb geschetst. Ik kijk nog even om of nog mensen iets zullen toevoegen of nog vragen hebben aan het begin van deze vergadering. Nee, dat is niet het geval. Dan geef ik graag Hans-Peter Benschop geef ik het woord. Mij is gevraagd om een aantal trends die op Ommen afkomen te schetsen. Die wellicht voor u van belang zijn om de komende 4 jaar ook als politiek te adresseren. En dat ga ik doen aan de hand van de zogenaamde trendcurve. Het Trendbureau Overijssel heeft een half jaar geleden alweer, de trendcurve gepubliceerd. Dat waren 21 trends waarvan wij dachten van die zullen op de gemeente afkomen. Hè? Lokale verkiezingen gaan over lokale zaken. Maar daarnaast zijn er een aantal ontwikkelingen die in meer of mindere mate in alle gemeenten van Overijssel wel spelen. En die goed zijn om te beschouwen in als je nadenkt over wat je de komende 4 jaar zou willen gaan doen. Nou, u ziet hier een aantal van deze trends van vergrijzing tot urbanisatie, tot robots, tot deeleconomie enzovoort enzovoort. En dat ga ik niet allemaal behandelen. Dat gaat me niet in 25 minuten lukken. Wat ik doe is 5 of 6 thema's waarvan ik dacht die zijn in Ommen echt van belang eruit lichten. Ik start daarmee
En die ga ik gewoon, u mag er tussendoor praten, vragen stellen. Afijn, dat laat ik een beetje aan de voorzitter over hoe u dat precies wil doen. En ik start met de meest rechtse. En dat is eigenlijk de minst sexy. Maar hij als je het over trends hebt, praat je al heel snel over blockchain, over robots, over ICT, over andere waarden, over zelfrijdende voertuigjes. Maar eigenlijk de meest zekere, vaste en waarschijnlijk meest ingrijpende trend wordt gewoon het feit dat we met z'n allen heel grijs worden. En dat heeft een heleboel consequenties. En dat proces dat is nu al aan de gang. Hè? Dat is vanaf nu treedt dat in, eigenlijk vanaf een aantal jaren geleden. Toen het einde van de Tweede Wereldoorlog 65 jaar geleden was. Wat voor consequenties heeft dat allemaal? Hier staat het ongeveer in cijfers. Die sheets die staan op papier, dus dat kunt u allemaal nog een keertje nalezen. De bottom line van dit verhaal, van deze sheet, is... U bent iets grijzer dan Overijssel in zijn algemeenheid. En u hoeft zich, dat is niet iets afschuwelijks of zo, dat geldt voor de meeste gemeenten in het landelijk gebied. Meestal is de situatie dat de steden wat jonger zijn. En meestal is de situatie dat de echte Bijbelbelt, Staphorst, Rijssen, ook wat jonger is. En Omme die scoort met 30% 65-plussers in 2030 vrij gemiddeld. Maar ja, het zijn er wel 30%. En als je kijkt naar bijvoorbeeld 75-plussers, want daar praten we eigenlijk, dan gaat u van nu, van 2016 ongeveer 1500, gaat u naar 2600 in 2030. Dus dat is echt. En bij 65-plussers denk je nog van nou, hartstikke vief, gezond. Bij 75-plussers is dat vaak ook nog wel het geval, maar vaak ook niet. En daar moet u dus dan een keertje, daar moet wellicht beleid op gemaakt worden. Nou, wat zijn voor consequenties bijvoorbeeld? Nou, het betekent in eerste instantie gewoon markt. En dat geldt bijvoorbeeld voor de bouw. Hè? Woningaanpassingen. Ouderen willen... Waar willen ouderen wonen? Nou, voornamelijk in hun eigen huis. Hè? Zo lang mogelijk. Zo kort mogelijk in de verzorgingshuizen. En dat betekent vaak woningaanpassingen. Betekent verkeer en vervoer. Toenemende onveiligheid meten we nu al. En daar moeten ze dus rekening houden bij het aanleggen van fietspaden. Elektrische fietsen. Op dit moment al stijging van, en dat is een trendbreuk, hè? Een trendbreuk. Stijging van de verkeersonveiligheid, met name bij ouderen en fietsers. De retail gaat andere producten verkopen. Toerisme en recreatie, kom ik straks nog op terug. Er komen veel oude mensen, veel mensen met betrekkelijk veel geld en betrekkelijk veel tijd. Openbare ruimte, toegankelijkheid een thema, spreekt voor zich. En het is ook gewoon een exportmarkt. Hè? Ik weet niet of u vandaag de stand doorzag. Net SUV in opmars. En dat kwam doordat grijze mensen, die nep SUV, daar kunnen ze makkelijk uitkomen. Overigens was ik gisteren op de snelweg en toen zag ik een hele hoop... van die cabrio's van BMW en dergelijke. Er zaten ook allemaal grijze mensen in, maar goed. Wat ik wil zeggen, ook bijvoorbeeld een bedrijf als Jalp uit Goor, dat maakt kinderspeeltuigen voor schoolpleintjes. Dat maakt nu bewegingstuinen voor ouderen. Ja? Verandering. Waar u meer direct mee te maken heeft, naast de openbare ruimte, is het sociale domein natuurlijk. Er komt een toegenomen zorgvraag. En het sociale domein, er zijn een aantal decentralisaties geweest de afgelopen 4 jaar. Die hebben veel energie gekost bij veel gemeenten. Maar dat was toch voornamelijk, had dat het karakter van ballen hoog houden. Hè? Zorgen dat alles, dat het niet misgaat. Met de toegenomen zorgvraag komt er een moment dat u zal moeten nadenken over ja... Waar gaan we de prioriteiten leggen? Hoe gaan we, wat willen we bieden aan zorg aan onze inwoners? Want u zult niet alles kunnen. En dat nadenken over de prioritering, of u gaat voor wijk, of voor de wijk, of u gaat voor eigen regie, of u gaat voor technologie, of u gaat voor... Dat zal de komende 4 jaar een belangrijker worden. Al was het maar omdat u anders financieel in de knoop komt. Eén daarbij wil ik eruit lichten, de mantelzorg.
participatiesamenleving. We zijn allemaal veel meer opgeleid. Mensen kunnen voor zichzelf zorgen. Ze regelen hun eigen mantelzorg. En vooral in de dorpen, in het landelijk gebied, Noorburgschap. Daar zal dat eigenlijk vanzelf al goed gaan. Boodschap, forget it. Forget it. Noorburgschap heeft van alles, heeft heel veel goede eigenschappen. De sociale cohesie in het landelijk gebied is er. Maar sociale cohesie is echt iets anders dan voor andere mensen zorgen. Dan steunkousen neerzetten. Een buurtbarbecue is echt iets anders dan voor je buurvrouw dagelijks moeten zorgen. En het wordt gewoon gemeten. En daaruit blijkt dat de mantelzorg in de landelijke gebieden niet groter is dan in steden. Dus boodschap, ga niet uit van mythes daarbij. Ga niet uit van mythes. Er is een groep mensen, ook in de dorpen, die gewoon meer hulp nodig heeft dan ze nu krijgt. Die meer hulp nodig wil dan ze nu krijgt. En het aardige is dat dat vaak ook niet eens komt omdat we het niet willen helpen. Maar dat komt omdat ze het vaak niet durven vragen. Vraagverlegenheid. En daar kunt u als overheid wat aan doen. U kunt kristallisatiepunten maken waar die vraag naar voren komt. En waar mensen die dat willen op kunnen reageren. Nu, als volgende, ik ga één quizvraag doen. Wat denkt u dat Nederlanders het grootste maatschappelijke vraagstuk vinden van het moment? Zeg het maar. Gezondheid. Andere? Normvervaging. Vreemdelingen. Veiligheid. Energie. Duurzaamheid. Geluk. Nou, u scoort niet slecht, moet ik zeggen, bij deze quiz. Maar, en hier is het antwoord. Het antwoord, het wordt gemeten door het Sociaal Cultureel Planbureau. Elk kwartaal. En dit is de uitkomst. Dit zijn de top 5. U ziet donkergroen, de onderste is criminaliteit en veiligheid. Ja, dus het werd genoemd. Economie en inkomen is de geel. Van 2008 tot 2017 gemeten. Nu ziet dat in midden 2013 dat het grootste maatschappelijke probleem werd gevonden. De crisis. En daarna gaat het naar beneden. U ziet gezondheid, door u genoemd, roze. Ook in 2015 het grootste probleem, daarna naar beneden. Lichtblauw werd genoemd, immigratie. U ziet de enorme piek in 2016, Syrië. Maar de hele tijd die blauwe, donkere lijn. En wat is die donkere lijn? Samenleving. Dat is ikke, ikke, ikke. Dat is angst voor de manier waarop we met elkaar omgaan. Dat is constateren dat we meer met tegenstellingen van doen hebben. En te constateren, de angst dat wij daar steeds minder mee om kunnen gaan. En dat, ik benoem dat na mantelzorg. Want dit is een soort van zorg van mensen. Hè? En waarom ik het interessant vind, is dat die andere vier thema's, immigratie, gezondheid, economie en criminaliteit, die halen de politieke agenda wel. Maar dat nadenken over wat normaal is, wat niet normaal is, nadenken over hoe we met elkaar omgaan, weet dat het speelt. Dat is eigenlijk de enige boodschap die ik u wil meegeven. Weet dat het speelt, weet dat ook ommenaren daarmee zitten. En weet dat u daar wellicht een rol in kunt hebben. U hoeft niet de enige. Het zijn uw keuzes. Maar ik schets maar even de situatie. Boodschap. Vergrijzing is aanzienlijk. Dit betekent andere markten. Betekent ook meer druk op het sociale domein. Ik denk dat het belangrijk gaat worden. Hou rekening met het gevoel dat een cohesie aan het verdwijnen is. En vertrouw niet te veel op dorpse mythe over zorg. Dat was mijn eerste. Ik ga nog even door. Goed of niet? Uitstekend. U heeft nog tijd en u heeft nog 5 thema's, geloof ik. Dus, Nieuwe economie. Beleving centraal. Ik wil iets over de economie zeggen van Ommen. En dat heeft toch te maken met het feit dat Ommen eigenlijk wel bijzonder bezig is. Dit zijn de verschillende sectorstructuren. Die ziet u de werkgelegenheid van Ommen tussen 1996 en 2016. En ik wil wijzen op de kleurtjes, de onderste drie van het balkje. Donkergroen. Lichtgroen en oranje. Dat is respectievelijk landbouw, industrie en bouw. En u ziet dat in 1996 dat nog de helft van de werkgelegenheid van Ommen was.
U ziet dat dat in 2001 nog de helft van de werkgelegenheid van Ommen was. En u ziet dat het in 2016 nog niet een derde van de werkgelegenheid van Ommen was. Dus in uw leven, in uw Ommenaar zijn, is er iets veranderd aan deze maatschappij. De verdienstelijking van de economie is echt giga. U bent met andere dingen geld gaan verdienen. Dat is één. Twee. Wat toch opvalt is dat die werkgelegenheid sinds 2001 daalt. En dat is wel iets om even op attent te zijn als Ommen. Want dit is niet een beeld wat overal geldt in Overijssel. Het is niet een gemiddeld beeld. Dit is een wat moeilijk leesbaar plaatje, maar het is een soort assenkruis. Alles wat links van de verticale lijn zit, dat zijn gemeenten met een minder dan gemiddelde, een minder aandeel in de werkgelegenheid. Dat zijn over het algemeen de dorpen. Rechts zijn de steden, die hebben meer aandeel van de werkgelegenheid in Overijssel. En links, alles wat onder de horizontale streep zit, groeit minder hard dan gemiddeld. En alles wat boven zit, groeit harder. En u ziet dus dat er een aantal dorpen zijn die hard groeien en ook een aantal steden. Er zijn ook een aantal steden die niet minder dan gemiddeld groeien. Dus het beeld dat alles wat stedelijk is, dat daar de economische dynamiek zit, dat klopt niet. Er zijn gewoon steden die het minder goed doen dan veel Overijsselse dorpen. Maar u ziet ook linksonder, dat bent u, Ommen. Dus u heeft een betrekkelijk klein aandeel van de werkgelegenheid en u daalt ook. De vraag is dat erg? Nou ja, er zijn twee redenen om het niet erg te vinden. Ten eerste daalt de beroepsbevolking ook. En de tweede reden is de auto. Uw inwoners werken niet in Ommen. Ze hoeven niet per se in Ommen te werken. Ze kunnen Hardenberg werken, Zwolle werken enzovoort enzovoort. De arbeidsmarkt is regionaal. Dat is wel iets om in je achterhoofd te houden. Dit is dus niet een soort van alarm, alarm, alarmbel. Het is wel een iets waar je u naar moet kijken, volgens mij, op het moment dat de werkloosheid behoorlijk stijgt. Want dan hebben uw Ommenaren wel een soort vraag. En die werkloosheidscijfers, die zijn niet, en u trouwens ook in de financiële termen, maar dit gaat niet per se goed. Dus dit is een soort aandachtspunt. En mijn pleidooi is om toch eens te kijken hoe u Ommen kunt positioneren in de regio Zwolle. Hè. De regio Zwolle is natuurlijk een van de meest krachtige regio's van Nederland. En als u gewoon eens kijkt van hoe kunnen. Nou ja, Ommen is de enige plek waar je internationaal onderwijs kunt krijgen in die regio. Die regio heeft een issue met internationalisering. Dus om eens na te denken van hoe zou Ommen daarin sterker kunnen worden gepositioneerd, maar ook sterker kunnen worden, lijkt mij een issue. Ja, uiteindelijk wel eens. Hè. Uiteindelijk, dit soort bewegingen, dat gaat over de langere termijn. Hè. En op het moment dat er gewoon meer economische dynamiek is, dan kan je veronderstellen dat er op een gegeven moment wel meer. Maar dat is het eens. Goed. Op boodschappen, werkgelegenheidsontwikkeling opmerkelijk, relativering, regionale markt, minder beroepsbevolking ook. Wellicht om een beter positioneren. Ik wil ingaan op recreatie en toerisme. Nog even één vraag over die, wat je zegt, richting versterking. Of ja, een krachtige regio. Hè? Die internationalisering, zie je dat dan ook, de internationalisering richting Duitsland? Yes. Duitsland hier naartoe? Ja, zeer nadrukkelijk. Maar niet alleen Duitsland overigens hoor, maar... Maar Duitsland is natuurlijk een superbelangrijke partner. En waar op dit ogenblik door Twente en ook door de provincie echt op wordt ingezet. Ja. Recreatietoerisme. Voor u, hè, zie hou vast om me, belangrijke sector. Kunnen we daar wat over zeggen? Ten eerste is recreatietoerisme, u ziet de groene lijn hier in heel Overijssel. In vergelijking met het totaal van een aantal sectoren is een groeisector. Hè? Dus dat is goed om daarop in te zetten. U ziet ook, er zijn ook anderen die groeien. Hè? Dus het is niet de hemel op aarde met recreatie en toerisme. Maar goed, het is een goed begin.
Ontwikkeling, recreatie, toerisme, Omme en Overijssel vergeleken vanaf 2001 tot en met 2017. En u ziet twee dingen eigenlijk. U ziet ten eerste dat Omme zich wat onregelmatiger beweegt, ontwikkelt. Soms zit er een dipje. Maar wat u vooral ziet is dat Omme niet beter dan in Overijssel gemiddeld scoort. Overijssel gemiddeld is ongeveer 40% groei van de werkgelegenheid en Omme is het ongeveer 34%. Niet ver, kan best, u loopt mee. Maar op het moment dat u daar een echt thema van maakt en u denkt van hé, hier willen wij op scoren, dan zouden er andere dingen moeten gebeuren, is de boodschap. Om maar een voorbeeld te geven, Campus scoort 85% in dezezelfde tijdsperiode. Waar zit dat dan? Want recreatie, toerisme, dat is een grote sector. Dat is niet alleen maar kampeerterrein. En dat is ook niet alleen maar huisjesterrein. Het is eigenlijk vooral horeca. Drinken, eten. Dat is die grote rode. Maar het is ook recreatie en toerisme. Het is ook musea. Het is ook van alles en nog wat. Hè? Dus om mensen. Het is ook een deel van de detailhandel, deze sector. En dan ziet u rechts ziet u de belangrijkste groeisectoren daarin. En dat is bijvoorbeeld sport. Als aanbod, hè? Dat is een grote groeier. En die donkergroene is logiesverstrekking. En er zijn een aantal dalers. Wat ik hiermee tot uitdrukking wil brengen is, als u kijkt naar de recreatie- en toerismesector, denk niet automatisch aan huisjes verhuren en kampeerterreinen. U bent daar keigoed in, no doubt about it. Maar de banengroei zit ergens anders. Dat is de boodschap. En die zit vooral in het buitenland, inderdaad trouwens weer. We hadden het er net al over Duitsers. Dit is de groei van het inkomen toerisme in Nederland en in Overijssel. Zwart is Overijssel, oranje is Nederland. En die gestippelde lijn, dat is de groei van het aantal binnenlandse toeristen hier. Dus dat zijn ongeveer vlakke lijnen, dus daar zit de markt niet. En de groeimarkt zit in het buitenland, is de boodschap. Yes? Deze sla ik even over. Boodschap. Recreatie en toerisme is een groeiende markt. Er zijn ook andere sectoren die groeien, dus wellicht niet alleen maar focus op recreatie en toerisme. Dat is echt. U heeft, om het even een beeld te schetsen, in Overijssel is 6% van de werkgelegenheid is ongeveer toerisme en recreatie. Maar u zit daar ver boven. Hè? Dus 1000 van de 8000 banen zit ongeveer in het recreatie en toerisme. Dat is 12% ongeveer. Dus niet onbelangrijk. Maar bijvoorbeeld de industrie, daar heeft u er meer van. En de zorg waarschijnlijk ook. Om een groeit qua werkgelegenheid, minder hard dan Overijssel gemiddeld. Dus daar valt echt wel, als u daar wat op wil, dan is daar ruimte voor verbetering. Laat het maar even zo zeggen. En buitenlands toerisme is een groeimarkt. Ik wil even een hele abstracte, maar ik vind hem toch te leuk. Er komen natuurlijk een aantal dingen aan. Hè? Nieuwe energie, circulaire economie, biobased economy. Dat zijn allemaal dingen waarvan de regering heeft gezegd, wij hebben in 2050 een circulaire economie. Waarvan de regering heeft gezegd, wij halen onze doelstelling in 2050. En dit zijn over het algemeen sectoren die niet tot de diensten behoren. Dit zijn maakindustrie. En dit is eigenlijk, dat is de sectoren die u bij wijze van spreken nog voor een deel heeft. Gemiddeld genomen relatief veel heeft, als je het in Nederland als geheel ziet, maar die de laatste jaren wel zijn afgebouwd. En ik wil gewoon daarop de aandacht vestigen. Weet dat, hè? Dus weet dat er een druk op die maakindustrie gaat komen, dat er een grotere vraag komt. Je merkt het ook aan het aantal mbo'ers, hè? Wat gevraagd wordt. En waar u wellicht mee wat mee kunt. U zit in een regio, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant, met veel maakindustrie. Met een traditie daar. Energie. Lastig thema. Beslissen in onzekerheid. Ik heb het net al even genoemd als een economische factor. Maar er is meer natuurlijk. Hè? In het interbestuurlijk programma hebben gemeenten, Rijk en provincies afgesproken dat we naar een aardgasloos tijdperk gaan. Dat er 49% minder aardgas, CO2-emissies
gaan komen in 2030. 2030. Dat is heel snel. De gemeenten staan daar ook voor aan de lat met de provincie. Sterker nog, ze hebben op twee velden de sleutel in handen. En dat gaat over de warmtetransitie. Hè, dus wij verwarmen ons over het algemeen met aardgas. Dat gaat anders worden. We moeten biogas nemen, we moeten elektriciteit nemen. Ik weet niet hoe we het doen, maar we gaan iets anders doen. En u heeft daar de regie op als gemeente. Gefeliciteerd. Dat wordt een heidens karwei. En dat wordt een heidens karwei ook omdat u te maken heeft met mensen. U praat over de gasinstallaties in de eigen huizen van mensen ook. Hè? En die zullen, zoals het er nu voor staat, en dat kan anders worden, moeten die gaan investeren. Nou ja, gaat u het maar als ambtenaar van vertellen. U gaat van het gas af, komt geen aardgas meer en u moet voor dat en dat jaar dat en dat geïnvesteerd hebben. Nou, dat gaat natuurlijk niet zo. Dat ziet de Nederlandse regering ook wel. Die gaan maatregelen nemen. Maar daar zit wel onzekerheid. Maar u zult de komende 4 jaar daar stappen in moeten ondernemen. Regeren in onzekerheid. Regeren is niet altijd leuk, hè? Dat is aardgasloos, dat is de warmtetraditie. Daarnaast hebben we de opwekking. Nou ja, heikel punt, dat hoef ik u niet uit te leggen. Ik heb daar een beetje dat plaatje gemaakt en dat heb ik toch een beetje gedaan ook met Omme in het achterhoofd. Ik wou namelijk een plaatje hebben wat ook over kunst gaat. En u heeft daar een traditie. En ik denk, laatst was de CDK van Gelderland, of nee, de gedeputeerde van Gelderland, die grote kop in de krant van de Stentor, ik kan het niet mooier maken. En hij had het over de energietransitie. En het feit dat mensen tegen windmolens aan gingen kijken. En toen kwam er een reactie, en dat vond ik keigoed, via Twitter en van Hans Leeflang en andere mensen die uit het ruimtelijk domein. En die zeiden, je kan het wel mooier maken. Daar hebben we namelijk ruimtelijke ontwerpers voor. Daar hebben mensen die de deskundigheid hebben en de know-how en de creativiteit om daarover na te denken. En ik vind dat een goed punt. Waarom vind ik het een goed punt? Omdat we het op een of andere manier... Kijk... Nou ja, ik weet niet of u dit heel mooi vindt, maar het valt nogal op, dat moet ik toegeven. Maar we zullen er iets mee moeten. We zullen ook hier weer besluiten in onzekerheid. Hè. U weet niet of er misschien nieuwe technieken te komen die nog veel mooier zijn. Maar we zullen iets met de opwekking moeten. Verkeer trouwens, ik noem het even als een klein dingetje, maar het gaat nu al mis in sommige gemeenten. Laadpalen. We moeten allemaal elektrisch rijden in 2030. Die dingen moeten geladen worden. Die laadpalen, daar mogen benzineauto's niet staan. Want die zijn voor de elektrische auto's. Er zijn nu al ruzies tussen mensen met benzineauto's die denken dat ze geen te weinig parkeerplaats hebben. U zult moeten plannen. U zult moeten plannen op onzekerheid ook weer. Want u weet niet hoe snel die overgang naar elektrische auto's gaat. Maar u moet wel die palen maken. Laatste. Nou, ben ik toch redelijk... landbouw. Verandering in het buitengebied. Daar heeft u veel van. U heeft ook best veel landbouw. Ook hier is de ontwikkeling eigenlijk betrekkelijk duidelijk. Aantal landbouwbedrijven neemt af. Van 2010 383 naar 298. En dat is vrij normaal. Hè? 3% per jaar sinds de Tweede Wereldoorlog. Ongeveer. Als je kijkt naar het aantal kippen. Die dalen ook inderdaad mee. Schommelend. Als je kijkt naar het aantal varkens. Het aantal varkens. Dat stijgt van 126.000 in die periode naar 149.000. Dus dat is gestegen. Ergo opschaling, hè? Kleiner aantal bedrijven, hoger aantal beesten. Maar je ziet wel dat sinds 2014 het aantal varkens daalt. De varkenssector heeft het überhaupt moeilijk in Nederland. Hè? En de runderen, in 2010 23.000, in 2017 25.000, dus ook hier weer opschaling. Maar ook hier zie je dat vanaf 2015 het weer al licht naar beneden gaat.
Hier gebeurt heel veel, kan ik u. Dit zijn kale cijfers waar van alles onder gebeurt. Hè. Andere regelgeving, stoppende boeren, protesten, anders werkende boeren. Wat je ziet, aantal melkveebedrijven, de omvang van de melkveebedrijven. Dit is Hardenberg, Omme, Dalfsen en totaal is genomen. Ziet u dat in Omme u behoorlijk scoort qua omvang? Oké. Okay. Maar wat belangrijker is, is toch de hele veel beweging rond de landbouw de komende jaren. En ik noem er een paar dingen. Ten eerste de lastige economische omstandigheden. Het gaat nu weer wat beter met melk. Maar wat het beeld zal gewoon zijn en blijven fluctuerende prijzen. En je merkt dat daar spelers als Campina ook op acteert. En die zijn bezig met productie, beperking zal ik maar zeggen, of de limitering daarvan. Draagvlakproblemen rond natuur, rond waterkwaliteit, ziektes, klimaat. Landbouw is in Overijssel de sector die de grootste klimaatgassenemissie heeft. Als je het vergelijkt met wonen en dergelijke. En ik heb het gevoel dus dat daar, en dit is echt een gevoel, dus ik kan niet zeggen dat dit een soort van feit is, maar dat de oude discussie over verbreding versus opschaling inderdaad een beetje aan herziening toe is. Hè. Lange tijd hebben we een soort gedachte gehad van, joh, we gaan ofwel opschalen, en dat doen een heleboel boeren, ofwel gaan we gaan verbreden, en daar heeft u in Omme trouwens keigoede voorbeelden van, hè. Ook al per traditie. Hè. De Ommermark boeren die met andere dingen bezig zijn, met ijs, met bier. Enfin, al het lekkers van deze wereld. Maar het lijkt wel alsof die discussie op een gegeven moment. Je moet op een gegeven moment ook toe naar een echt landgebruik van de toekomst. Je moet nadenken over andere manieren waarop je met dat landelijk gebied uitgaat. Al was het maar om de boeren van de toekomst een toekomst te geven. Want anders gaat dat opschalen, verbreden. Voor de verbreding zal er geen markt, zal niet voldoende markt zijn. Voor de opschaling zal ze grenzen gaan kennen. En dat nadenken over, het wordt gedaan, hè, door de RLI, Duurzaam en Gezond, de SER, wekelijks bijna zijn er allerlei rapporten van nationale instellingen. En je kan er allerlei meningen over hebben en die hebben mensen ook. Maar het belangrijkste is eigenlijk, wat ik zou willen zeggen, is van, denk ook op lokaal niveau na wat u met dat landelijk gebied wil. De kwaliteit ervan. Met elkaar, ook weer in relatie tot energie, maar niet alleen maar. Hè. Het gaat ook over andere dingen dan alleen maar energie of landbouw. Conclusies. Onderwerpen voor de komende periode. Vergrijzing, kansen, maar ook transformatie sociaal domein, waar u volgens mij mee te maken krijgt. Sociale cohesie, een groot beleefd vraagstuk. Ik denk niet dat er in Omme dingen aan de hand zijn als in het Westen. Van qua polarisatie. He, wat dat betreft is Overijssel echt iets anders dan het Westen. Ik denk wel dat ook hier zorgen zijn over of we het nog wel met elkaar doen. Of we het nog wel voor elkaar doen. Werkgelegenheid in de regio. Wilt u er iets mee? He, er zitten dingetjes die oud doen. En waar u op moet passen. Is het een groot probleem? Recreatie en toerisme, mogelijkheden tot een boost. Misschien noodzaak. Energie, u krijgt ermee te maken, linksom of rechtsom. De handtekeningen zijn al gezet. En het landelijk gebied naar nieuwe evenwicht. Dank voor uw aandacht. Tenminste, en ja, vragen en zo, want over veel van dit soort dingen kunnen natuurlijk gewoon, kan van mening verschild worden. En er zijn ook nog een heleboel andere trends die ik niet behandeld heb trouwens. Dus dat, en daar kunnen ook vragen over komen. Dank u wel voor de introductie. En we hadden gezegd, het zou goed zijn om nog even de gelegenheid te geven om vragen te stellen. Of eventueel ook nog reacties te geven. Dus ik geef de heer De Ruiter graag als eerste het woord. Moet ik hem uitzetten? Dank u wel. Boeiend verhaal. Buitengewoon boeiend. U heeft een handout uitgereikt. Dank daarvoor. Mijn vraag is heel praktisch, voorzitter. Want de handout is zwart-wit. Nou, wil ik niet graag alles zwart-wit zien. Dus mijn vraag was eigenlijk, zou u hem als kleur kunnen mailen mogelijk naar ons allen, want hij is ook niet alleen zwart-wit, maar een beetje klein.
qua tekst. Dat kan, antwoord. Ja, sommige antwoorden kan ik zijn heel makkelijk. Ja. De Griffie gaat ervoor zorgen dat u hem in kleur toegezonden krijgt. En dan kunt u groot en klein instellen. En dan kunt u zelfs de kleine lettertjes goed lezen. Hartstikke goed. Ja? Bedankt. Meneer Dunnewind. Ja, één hele korte vraag. U hebt een aantal zaken behandeld. Even over de zorg. We gaan vergrijzen hier in Ommen, hebben we gezien. Hè? 30% 2030 zo'n beetje. 30%. En wat betekent dat dan voor de zorgsector, zeg maar, de banengroei eventueel in die sector? Is daar naar gekeken hier in Ommen? Liggen daar groeimogelijkheden? We hebben het nu over recreatie en toerisme gehad, maar misschien is dat ook wel een markt die misschien onderbelicht is gebleven. Ik weet niet of je daar iets over kunt zeggen. Daar valt lastig iets over te zeggen, omdat het zo ongelooflijk afhankelijk is van de hoeveelheid geld die de overheid aan zorg geeft. Wat je ziet is dat er tussen 2000 en 2010 was er in heel Overijssel één grote groeier. Punt. En dat was zorg. En dan een heleboel niks, zal ik maar zeggen. En dan nog een keer zorg. En je ziet eigenlijk sinds de crisis en sinds de bezuinigingen is daar een soort van is dat gedempt. En is het, enkele jaren is het zelfs naar beneden gegaan. Ik verwacht zelf dat de zorg... het is dus een beetje koffiedik kijken. Dat wil ik eigenlijk wel benadrukken. Maar de groei van de vraag, die zal er zijn. En ik vermoed dat de banen in de zorg ook zullen toenemen. En ja, hoe we dat dan precies organiseren als Nederland. Hè? Of dat een zorg van twee snelheden is voor de mensen die het kunnen betalen, voor de mensen die het niet kunnen betalen. Dat zijn vraagstukken uitwerkingsvragen. Maar ik denk dat de groei. Eigenlijk denk ik dat de zorgvraag en de zorgmarkt zal groeien. Antwoord op een vraag? Met al mijn onzekerheden daarbij? Ja, het blijft koffiedik kijken, begrijp ik. Ja, maar het aantal is behoorlijk groot natuurlijk. En ik merk trouwens ook wel een soort van verandering in beleid. Hè? Je merkt, lang is gezegd van participatiesamenleving, mensen regelen het maar. Je ziet nu allerlei rapporten op rijksniveau komen, van de WRR bijvoorbeeld, over doenvermogen van mensen. Waarbij die aandacht geven, die erop wijzen dat een grote groep in Nederland het gewoon niet kunnen. Die kunnen niet eens uw brieven lezen, laat staan hun eigen zorg verzekeren. Regelen rondomheen. En dat daar dus meer aandacht voor komt. Ook omdat we op dit ogenblik als overheden meer geld hebben. Ik zou denken kat in het bakkie, maar... En daarmee werd nog een andere trend zichtbaar. En daarmee maakt je nog een andere trend zichtbaar, denk ik. Andere vragen nog op dit moment? Meneer Remmers. Ja, dank u wel. Ik zat nog even te stoeien met die recreatie en toerisme. Ja. Op zich terecht denk ik dat je aangeeft dat natuurlijk hier al heel, heel groot is. En desondanks, of misschien wel, ik weet niet of het desondanks is, maar toch die mogelijkheid tot een boost. En dan denk ik van, in welke richting zouden we die dan moeten zoeken? Want we zitten inderdaad heel sterk in campings en parken. Ja. Nou, dat zit zomers vol, zou ik bijna zeggen. Dus misschien moeten we tegen de vergrijzing zeggen van jullie komen het zomers niet meer in. Dat we het seizoen wat kunnen rekken. Maar waar zou dan verder nog die boost kunnen zitten? Dat intrigeert me nog een beetje. Dit is ook een beetje ook weer wat u wilt, hè, trouwens. Want ik kan nu wel een aantal suggesties doen en dat wil ik met alle liefde doen. Maar als je kijkt naar waar de groeimogelijkheden zitten, denk ik, als je naar de cijfers kijkt, ten eerste buitenlanders. Ten tweede toch meer in de evenementensfeer. Hè? De sector, daarvan moet ik eerlijk zeggen dat ik het gewoon in Ommen niet weet, maar de sector van de huisjes is voor een deel verouderd. Nou, daar is dus vernieuwing nodig. Dat soort dingen. Het gaat meer om de kwaliteit en om mensen, de beleving, mensen meer te laten doen hier. En uiteindelijk ook meer te laten besteden trouwens. Hè. Het is wat dat betreft wel interessant om te zien dat de afgelopen jaren er een daling is geweest van de bestedingen in het Vechtdal. Dank. Nog. Ik denk dat het een opdracht is die bij ons ligt om nog eens goed na te denken over wat zijn uw mogelijkheden. Andere vragen nog op dit moment? Niet het geval. Mag ik je dan van harte danken? Ik wens u veel succes de komende 4 jaar. Ja. En als u dat zo zegt, dan denk ik dat zullen we dan nodig hebben. Okay. Dank. Ja.
Dank. Dan stel ik voor dat we naar de tweede presentatie gaan. De presentatie van Studio Vers Bestuur Overijssel door Fernis van Damme. En ik geef al een keer aan, dit is vooral bedoeld om een opstap te zijn naar het Ommerakkoord. We hebben zojuist gekeken naar wat zijn de thema's. Ja, ik zal eventjes mijn presentatie ervoor hebben. En nu komt de presentatie. Vooral met de vraag, en hoe dan? Even kijken of het klikkertje goed werkt. Ja, oké. Okay. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Fernis van Damme. Voor de velen van jullie is het herkenbaar wat ik hier kom vertellen en ook wie ik ben. Maar ik wilde toch eventjes starten met een korte recapitulatie van een sessie die ik hier eerder gedaan heb. En ik wilde eigenlijk ook nog iets aan Hans-Peter vragen, naar aanleiding van je verhaal. Want van die thema's die je genoemd hebt, hè, die je eruit gehaald hebt, die trends, zat ik ondertussen te denken, hoeveel van die trends kun je nu eigenlijk doen zonder dat iedereen in Ommen daar zich mede-eigenaar van voelt? Heb je daar een idee over? Wauw. Ja, precies. Ik kan nu alles zeggen. Nou ja... Mijn punt is dus dat ik kan er zelf, als ik daar dus zeg maar over nadenk, niet één uithalen waarvan je dus als gemeente kunt zeggen, oh, dat gaan wij even fixen, zou ik maar zeggen. Snap je wat ik bedoel? En dat vind ik dus ook zo interessant aan het Ommerakkoord en de schetsen die ik daarover gehoord heb. Volgens mij is het dus ook hoogst noodzakelijk om na te gaan denken over een verdieping van dat thema samenleven. Want dat vond ik zelf ook een hele interessante. Dat samengevoel en dat wijgevoel en dat wij samen ergens voor staan. Of dat nou een energietransitie is, of de zorg, of kansen in de recreatie, of welk ander onderwerp dan ook. Dat red je dus niet meer alleen als instituut. En ik vond dus jouw hele verhaal eigenlijk ook weer zeg maar een herbevestiging van dat wat wij als provincie proberen te doen vanuit Studio Vers Bestuur. En dat is dus mensen mede-eigenaar proberen te maken van grote thema's waar ze nu denken geen eigenaar van te zijn. Dat dat dus hoog noodzakelijk is om daarmee aan de gang te gaan. Nou ja, daar zijn allerlei prachtige boeken over geschreven. Dit is nog steeds een van mijn favoriete uitspraken. Het is een tijdperk van enorme veranderingen waar we in leven. Ik geniet daar heel erg van, maar het schept ook ontzettend veel verwarring. En het zorgt er ook voor dat ondertoontje van Hans-Peter zijn laatste opmerking, veel succes daarmee. Dat is een hele reële. Want ik bedoel, niemand weet wat de spelregels zijn van dat nieuwe tijdperk wat we aan het binnen gaan zijn. Op geen enkel gebied, hè. Of je nou over de muziekindustrie hebt, of de omroepen, de zorg, de politiek. Niemand weet wat over 10 jaar de spelregels zullen zijn. En daarom is het denk ik ook zo'n interessant idee om als gemeente te gaan zoeken naar zoiets als een Ommerakkoord. Zelf gebruik ik Netflix altijd als voorbeeld van hoe drastisch de dingen kunnen veranderen. Mensen als mijn dochtertje, die is 9, weten dus niet eens wat een omroep is. Want zij heeft daar nog nooit mee te maken gehad in haar hele leven. Zij kijkt al vanaf dat ze naar dingen mag kijken. Zelf naar Netflix of naar YouTube of naar vlogjes van Jill de Frutselaar waar ze fan van is. En ze heeft dus helemaal geen Hilversum nodig. Als morgen Hilversum omgetoverd wordt tot een duurzaam windmolenpark, mist zij niks in haar leven. Maar al die netmanagers die daar nu nog werken, al die programmadirecteuren die daar nu nog werken, en al die mensen die denken dat ze er nog toe doen, die zijn al ingehaald door een realiteit. En als je niet oplet, dan schiet dat aan je voorbij. Dus dat vind ik dus, als ik daar de analogie doortrek naar de politiek, ook een hele interessante motivatie om na te denken van, hoe kom je dus nu als volksvertegenwoordigers in een hele andere rol tot een Ommerakkoord, waarvan de 9-jarige ommenaren en ommenaarsters, als het kleine meisjes zijn, ook voelen, zeg maar, dat het samen nemen van beslissingen van hen is. En dat hun leefomgeving en de manier waarop ze met de dingen omgaan voor een groot gedeelte van hen is. Als jullie later zeg maar nog dieper daarop willen gaan, zijn er nog tig andere voorbeelden waar je van kunt leren, waar ik heel veel van leer. In ieder geval om te zien dat dus zeg maar dat die veranderingen en dat tijdperk gewoon een realiteit zijn. Dat is dus geen vergezicht, maar dat is gewoon nu al aan de gang. De revolutie loopt nu al, dus je moet ook wel naar iets nieuws toe. Je ziet door je oogharen heen in alle sectoren een overgang van een heel goed geordend Nederland, waardoor we zo'n fantastisch landje hebben als dat wat we hebben. Want ik ben heel trots op Nederland. Ik heb zelf 10 jaar in Engeland geleefd en gewoond en gewerkt. Maar toen wij een kind kregen, mijn dochter die nu 9 is, wisten we niet hoe snel we weer terug moesten komen naar Nederland. Want het is hier gewoon echt fantastisch op allerlei gebied. Alleen om het zo fantastisch te houden, zul je dus ook in de sector waar je hier zit, in de volksvertegenwoordiging, in de politiek, in het openbaar bestuur, gaan merken dat de manier waarop we het altijd deden, met volksvertegenwoordigers,
verschillende partijen, met verenigingen, met voorzitters, met penningmeesters, met secretarissen. Dat hele spectrum is ook aan het verschuiven naar die rechterkant, waarvan weer niemand weet wat exact de spelregels zijn. Wat wij proberen te doen als Studio Vers Bestuur met, van de provincie, is dus mensen die dit willen gaan onderzoeken aan de hand van een levend experiment, helpen om daar samen in te leren. Wij willen dus graag lerend partner zijn om samen te verkennen hoe de spelregels er dan uit zouden kunnen zien in zo'n meer zwermachtige wereld dan een wereld, zeg maar, zoals we die kenden in de zuilen waar we vandaan komen. Dat is dus een levend onderzoek. Ik hanteer daar heel simpel nog steeds dit laddertje bij om mijzelf daar scherp in te houden. He, als wij dus nu bijvoorbeeld met andere gemeenten, ik bedoel, wij praten in prachtige dingen met Enschede, met Tubbergen, met Raalte, met Staphorst. Echt bijna alle gemeenten van Overijssel zijn we op wat voor niveau dan ook dit aan het onderzoeken. En dit laddertje helpt ons altijd heel goed aan het begin om ons te realiseren van wat willen we nu eigenlijk. Het laddertje werkt heel eenvoudig. Het heeft twee kanten, een rechter en een linkerkant. De rechterkant is de kant van de afzender. Dat kan dus een politieke partij zijn, dat kan een gemeente zijn, dat kan ook een mannenkoor zijn of een natuurvereniging. Alles, zeg maar, wat iets wil. Ook een bedrijf, zou ik maar zeggen. Je kiest een bepaalde stijl van zijn, een bepaalde stijl van besturen. En die zit ergens op die ladder. Helemaal onder op de ladder, zeg maar, heb je model China of model Poetin. Nou, dat schiet als je een energietransitie wil hartstikke goed op. Dus dat is een heel effectief bestuursmodel. Vandaar dat ze dus ook in China steden uit de grond kunnen stampen in 5 jaar. Die in één klap, zeg maar, in de 21ste eeuw de meest duurzame steden ter wereld zijn. Maar de rol die de mensen dan hebben aan de linkerkant van de ladder is dus geen rol. Dat zijn we hier niet zo gewend in Nederland, maar je zou daar dus gewoon bewust voor kunnen kiezen, hè, als je dat mandaat zou hebben. En dan heb je dus, zeg maar, nog allerlei posities daarboven op die ladder. Helemaal boven draait het helemaal om en ligt het mandaat, de beslissing, de bevoegdheid bij het volk. En volgt dus het instituut, de gemeente bijvoorbeeld, de wil van het volk. En ergens daartussenin heb je dus allerlei verschillende rollen waar je bewust voor kunt kiezen. Ik denk dus dat het een hele belangrijke realisatie is om te komen, als je wil komen tot een soort ommerakkoord, om in eerste instantie heel goed hierover na te denken, waar zou zo'n ommerakkoord dan op die ladder moeten zitten, ideaal gezien. Daar moet je gewoon allemaal eenzelfde soort beeld over hebben. Van wie is dan dat ommerakkoord? Is dat dus van de gemeenteraad? Is het van de gemeente? Is het van de gemeente en alle maatschappelijk middenveld wat je kent? Alle verenigingen en zo waar je normaal in de dorps en de wijkraden waar je mee dealt? Of is het ook echt van die 9-jarige dochtertjes en hun hele familie die misschien niet eens meer gaan stemmen, zou ik maar zeggen? Daar heb ik nu geen oordeel over, maar daar moet je dus wel heel goed over nadenken. Want die keuze gaat dus bepalen hoe hoog je op deze ladder gaat zitten voor het maken van een ommerakkoord. En op elke positie waar je zit, worden de spelregels daarmee anders. Je krijgt dus heel verschillende rollen van overheden daarmee, zeg maar. He, onder op de ladder moet je het vooral zelf doen en ga je je beloften waarmaken die je in de verkiezingstijd gedaan hebt. Maar als je gaat samenwerken, dat zien we dan meer met bestaande partijen en ondernemers, dan ben je meer partners. De rechtmatige overheid doet gewoon dingen met het wetboek in de hand en mensen hebben niks te vertellen. En een responsieve overheid is veel meer bovenop die ladder, een overheid die reageert op impulsen vanuit de samenleving. Dat zijn verschillende rollen, die zijn allemaal waar en die zijn allemaal belangrijk. Er is geen goed en er is geen beter en er is geen slecht, maar je moet er gewoon goed over nadenken. Wat voor soort overheid willen wij hier dan zijn, gaande naar een ommerakkoord? En ik denk dus dat je dan voor de onderwerpen die je daarvoor gaat kiezen, en Hans-Peter heeft er net een aantal aangereikt van mogelijkheden waar jullie op kunnen focussen, moet je je per onderwerp afvragen van wie is daar dan eigenaar van, ideaal gezien. Zo'n energietransitie in Ommen en de ommerlanden, zal ik maar zeggen, van wie is die dan, die energietransitie? Dat is een hele belangrijke vraag. Waarom hebben we daarbij interactie nodig met de mensen? Als je geen interactie ervoor nodig hebt, als je bijvoorbeeld veilige fietspaden wil aanleggen voor bejaarde e-bikers, nou, dan moet je dat gewoon doen. Dan zit je onder op die ladder en dan heb je dus veel minder input van de mensen nodig, zou ik maar zeggen. Maar als je wil dat mensen van het gas afgaan en zelf gaan investeren in nieuwe installaties waarmee het gas afgesloten kan worden, dan zit je weer veel hoger op die ladder, hè? Dus die eerste vraag, die waarom vraag, waarom willen wij eigenlijk een ommerakkoord? Die is heel belangrijk, want die bepaalt dus waar zitten we dan dus op die ladder. En dan krijg je als antwoord op die tweede vraag, wat zijn dan de spelregels? Ook weer een discussie. Die moet je zorgvuldig voeren met z'n allen.
Want die spelregels moet je met z'n allen afspreken, want anders dan ontstaat daar een heel fout verwachtingsmanagement. Als de ene helft van jullie denkt, ja, dit is een onderwerp wat van de mensen is, terwijl de andere helft denkt, nee, dit is van ons, maar we vragen wel wat input van de mensen, dan kun je daar al niet mee naar buiten gaan, want dan schep je dus meer verwarring dan dat je wil. De wie-vraag vind ik minstens net zo belangrijk, dat is mijn eigen specialiteit. Dat zijn dus verschillende soorten mensen met verschillende soorten belevingswerelden, verschillende leeftijden en verschillende ideeën over hoe zij in de samenleving staan. Daar moet je ook genuanceerd mee omgaan. Ik hou altijd een pleidooi om op te houden in generalisaties zoals de burger, de inwoner, de ommenaar. Die bestaan dus allemaal niet. Dat zijn allemaal heel verschillende mensen die al deze onderwerpen op hun eigen manier beleven. En als je niet de tijd neemt om deze eerste drie vragen heel zorgvuldig met z'n allen een overeenstemming daarin te bereiken, dan kun je ook nooit aan die hoe-vraag toekomen. En de neiging is nu juist, dat merken we ook in de praktijk, dat we dit als Studio Vers Bestuur begeleiden in een heleboel andere gevallen. De neiging is nou juist om te snel naar die hoe-vraag te gaan. Wij willen een ommerakkoord. Oké, dan gaan we dus een platform inrichten, avonden organiseren, kleurplaten voor kinderen maken. Dat is die hoe-vraag meteen al, zeg maar. Daar moet je nog niet aan beginnen als je niet heel zorgvuldig die eerste drie vragen met z'n allen hebt doorgelopen. Daar helpt Studio Vers Bestuur dus heel graag mee, want dat is de what's in it for me, voor mij persoonlijk. Maar ook voor de provincie in Studio Vers Bestuur. Wij hebben dus gewoon proeftuinen nodig van mensen die hier bewust mee aan de gang gaan. Dus wij weten het antwoord ook niet. Als je te snel naar die hoe-vraag gaat, kom je dus in wat ik maar noem traditionele participatie terecht. En kom je dus weer met je inloopavonden en je kleurwedstrijden. Of je haalt een sporter van stal die het leuk moet maken. En dan doen dus altijd hetzelfde soort mensen mee. Hetzelfde soort mensen wat ook zit in een burgerpanel. Nou, we hebben bij provincie Overijssel ook een burgerpanel. Daar zitten geen normale mensen in. Dat zijn gewoon... nee, dat is gewoon een feit. Wie gaat er voor zo'n lol in een burgerpanel van een provincie zitten? Dan moet... We hebben natuurlijk ook een jongerenraad. Daar zitten geen normale jongeren in. Serieus, dat zijn allemaal 6 VWO'ers die bestuurskunde studeren en die willen allemaal gedeputeerde worden of wethouder of wat dan ook. En we dealen natuurlijk met alle voorzitters van wijk, dorps en buurtraden en belangenverenigingen. En dat zijn allemaal van die blanke mannen van boven de 65 die nog iets goed willen doen voor de samenleving, zou ik maar zeggen. Ik hecht heel veel... jullie moeten vast lachen omdat het zo herkenbaar is, denk ik zelf. Als je dus waarlijk, een onderwerp als de energietransitie, ik pik er maar één uit Hans Petersen verhaal. Als je dus waarlijk een energietransitie van iedereen zal willen laten zijn, dan moet je dus echt iets anders doen. En ik vind dit dus weer een mooi onderzoek van afgelopen januari van INO Research in opdracht van Vrij Nederland. In 2007 hebben zij dus gewoon open vragen gesteld aan mensen van, dit zijn jonge Nederlanders, is in hun onderzoek dus mensen onder de 45, hè? Dus niet tieners. Mensen onder de 45. Gaat het goed met Nederland? Nee, in 10, 11 jaar tijd keldert het vertrouwen in dat het goed gaat met Nederland. Keldert het vertrouwen in het openbaar bestuur. Keldert het vertrouwen in de media. En ik snap dat ook. Want als ik dus kijk naar mijn dochtertje en haar hele leefomgeving tussen de 8 en de 12-jarigen en de ouders die daarbij horen en de opvoeders, dan herken ik dit heel erg. Die hebben niks meer met het openbaar bestuur en met het maatschappelijk belang en dat soort dingen. Die thema's raken hen wel. Want als er dus bij hen in huis iets moet veranderen in de verwarming, of ze moeten daarin gaan investeren, natuurlijk raakt het hen dan wel. Maar de manier waarop we hen benaderen, dat werkt dus niet meer zo goed. Dus ik hanteer meestal deze uitspraak van Gandhi als een soort leidmotief om te komen tot een ander soort dynamiek. Hè. Alles wat jullie hier besluiten aan de thema's die bijvoorbeeld Hans-Peter heeft aangereikt, te gaan doen voor Omme, maar niet met Omme, doe je feitelijk tegen ze. Zo zullen ze dat gaan beleven. Want dan is het dus van jullie en dan kan iedereen zo gaan zitten en denken van, mooi. Veel succes daarmee. En als het niet goed gaat, dan krijg je ook nog op je donder. En dan is het dus echt jullie ding. Daar moet je volgens mij voor oppassen. Zeker als je zoiets wil als een ommerakkoord. We hebben dan die indeling in al die verschillende mensensoorten. Die heb ik hier al een keer uitgebreid gedeeld. Als we hier echt mee aan de slag zouden gaan, dan ga ik daar nog graag dieper op in. Want we weten nu alweer veel meer dan, wanneer was ik hier? Een anderhalf jaar geleden of zoiets dergelijks. We weten nu al veel concreter dat deze groepen, heel goed stuk voor stuk te benaderen zijn op hun eigen manier. En in principe is het de kunst, merken wij in de praktijk, om te trachten een onderwerp als bijvoorbeeld de energietransitie in Omme, in
elk van die groepen uit henzelf geboren te laten worden. Want over het algemeen dealen wij dus met die groep van 30% verantwoordelijken die nog meedoen met het systeem. Die gaan nog stemmen, die hebben nog vertrouwen in alles, die lezen nog kranten, die hebben sociaal-maatschappelijk bewustzijn. Dat is een krimpende groep, die krimpt ongeveer 3% per jaar. Daar dealen we nu mee. En de rest is een stuk moeilijker. Die twee groeiende groepen, de structuurzoekers, mijn hele schoonfamilie in Den Haag, die ziet dus de gemeente. Ja, die ziet letterlijk de gemeente en alle overheden als de vijand. Hè? Ik bedoel, mijn oma Bart die snapt dus niet dat ik nu voor de vijand werk, zeg maar. Want eerst was ik een klonk. Eerst had ik mijn eigen bureau, maakte ik geld en nu maak ik zijn geld op met dingen waar hij nooit om gevraagd heeft, zeg maar. En zo. Ja. En los van wat de media portretteren, zijn die structuurzoekers een groeiende groep, maar redelijk rustig groeiend. En dat zijn geen boze blanke mannen, een soort neo-Trumpianen die overal tegen zijn. Dat is niet waar. Dat zijn mensen die zijn ongerust over dat verlaten van dat goed geordende Nederland. En die weten niet waar dat naartoe gaat met zo'n zwermend Nederland. Heb ik dan straks nog wel een pensioen? Hoe zit dat zo meteen met de verwarming? Heeft mijn kleindochter zo meteen nog wel een baan? Die mensen zijn vooral ongerust. En die vertrouwen dus niemand. En zeker de overheid niet, zou ik maar zeggen. En als je dus erin slaagt om hen een gevoel van eigenaarschap te geven bij een bepaald maatschappelijk thema, nou dan ben je spekkoper. Dan ben je echt heel goed bezig. Maar dat vraagt tijd. Dus dat krijg je ook nooit zomaar voor elkaar. Hè? Daar waarschuw ik nu bijvoorbeeld de gemeenteraad van Enschede voor, die op eenzelfde punt staan als jullie zo'n beetje, om een Enschede's akkoord te willen doen, te maken. Maar die hebben met zichzelf afgesproken dat dat binnen 10 weken voor elkaar moet zijn. Nou, dat gaat dus never nooit lukken. Want die mensen, die structuurzoekers en die pragmatici, die hebben niks met de overheid. Die hebben tijd nodig om daaraan te wennen. Jullie hebben ook tijd nodig om daarin hele nieuwe rollen te pakken en hele nieuwe processen te ontwerpen. Dus ik zou daar, dat is mijn advies, de tijd voor nemen. Ik zou daar heel bewust mee omgaan om die relatie te kweken. Want je hebt niet zomaar, om maar terroristentermen te gebruiken, actieve cellen in die structuurzoekers en in die pragmatici. Onder die verantwoordelijken en die plichtsgetrouwen wel. Nou, wat zegt dan de Raad voor het Openbaar Bestuur om dat voor elkaar te krijgen? Die vitale samenleving die al draait, buiten het systeem van de gemeente om, vraagt dat dus om iets heel drastisch anders hier in huis. Dat vraagt dus, en dat zijn bijna mijn favoriete woorden van de laatste 10 jaar, om een urgente en radicale paradigma shift. En dat is dus in normale mensentaal, het moet verdomd snel heel anders. In functie, rol en werkwijze van politiek, bestuur en de ambtenaren. Dat vind ik heel cruciaal, dat merken wij ook in de praktijk. Het kan niet alleen van de ambtenaren en de bestuurders zijn. Het is niet meer zo dat een kaderstellende en controlerende raad een opdracht kan geven aan het bestuur en aan de ambtenaren om een ommerakkoord te gaan verwezenlijken, zonder dat zij daar zelf een wezenlijk onderdeel van zijn. En het omgekeerde geldt ook. Wethouders met goede bedoelingen of ambtenaren met participatieve neigingen hebben daar dus gewoon ook hebben daar de bestuurders en de volksvertegenwoordigers voor nodig. Dit is dus een belangrijk gegeven. Dit is uit 2013, hè, Raad voor het Openbaar Bestuur. 2017 zegt de Raad voor het Openbaar Bestuur, democratie, anno nu, is meer dan politiek alleen. En dit vind ik zulke mooie woorden en daar moeten jullie volgens mij goed over nadenken als raad, als jullie inderdaad de kant op willen van een ommerakkoord. Bij het vergroten van die directe zeggenschap van de mensen over bijvoorbeeld een energietransitie zijn de professionals aan zet. Dat zijn jullie dus, hè? Dat zijn de ambtenaren, dat zijn de bestuurders. Wij zijn aan zet om de mensen zeggenschap te geven. En dat vraagt van hen, en dat zijn zulke mooie woorden, dat vraagt van hen, van ons dus, bepaalde vaardigheden die nog niet altijd voor zich spreken. En volgens mij is dat iets waar je in zou moeten en kunnen investeren. Dat doen wij ook heel bewust, zeg maar. Wat zijn dan die vaardigheden, zeg maar? Nou, dit zijn er een aantal die wij tegenkomen in de experimenten van de laatste 5 jaar die we doen. Wij zitten nu zo'n beetje actief in tussen de 30 en de 40 levende experimenten. En die hebben allemaal dit soort sleutels in zich, zal ik maar zeggen, om te komen tot een meer verbondenheid en meer gevoel van eigenaarschap. Dat zijn bijna allemaal open deuren, hele softe dingen. Luisteren, openstaan, transparantie, echtheid, passie, gezond verstand, lef. Kwetsbaarheid, dat soort woorden. Hebben jullie die vaardigheden om dat uit te dragen? Hebben de ambtenaren de vaardigheden om dat uit te dragen? Hebben de bestuurders de vaardigheden om dit uit te dragen? Dan moet je goed onderzoeken. Wie heeft die dan en wat heb je nog nodig? Daar kun je in investeren.
Ik denk dus dat je, als je wil komen tot een echt Ommer akkoord, dat je uit moet gaan van een soort dienend leiderschap, waarbij je dus in staat bent om iets bij een ander geboren te laten worden, hen dat te laten realiseren en dan net zo trots op het resultaat te zijn alsof je het zelf gedaan zou hebben, zou ik maar zeggen. Dat is een hele kunst. Dat is een heel ander soort leiderschap dan wat we over het algemeen gewend zijn van projectleiders die ergens opgezet worden en dat dan een kaderstellende en controlerende raad gaat kijken hoe ver de projectleider is met het realiseren van zijn of haar resultaat. Het is een heel ander proces met een heel ander soort leiding, van jullie dus ook. Nou, dat zei ik dus ook al. Daarin moet je dus kiezen wat voor soort overheid wil de gemeente Ommen dan zijn de komende 4 jaar. Waar kiezen we dan voor? En dat moet een hele bewuste keuze zijn. Wat voor vaardigheden heb je dan nodig? Wat voor momenten van moeite ga je dan tegenkomen? Want die momenten van moeite zijn juist je leermomenten. Die moet je dus bewust opzoeken om verder te komen en boven jezelf uit te stijgen. Het loont werkelijk de moeite om te investeren in je eigen rol als volksvertegenwoordiger, om hiermee aan de slag te gaan. En gewoon te kijken van wat leer ik daar dan van? Namens mijn partij of voor mijn idealen of wat dan ook. Het is ook een investering in jezelf, voor ieder van jullie. Hè, om te kijken van hoe je meer verbintenis krijgt met een wereld die nog nooit zo snel veranderd is in de menselijke geschiedenis als nu. Zoek die momenten van moeite dus bewust op en ontwikkel je eigen vaardigheden daar maar mee. En kies ook wat voor soort andere rollen dan alleen maar kader stellen en controleren jullie zouden willen ontwikkelen in dit proces. Want daar kun je heel bewust op inzetten. Je kunt veel meer een verbinder worden, een luisteraar. Of wat een hele belangrijke is, wat Hans-Peter net gedaan hebt, een brenger van feiten. Wij merken in een heleboel procesjes waar wij in zitten dat het brengen van de juiste feiten een boel mensen op een heel andere gedachte kan brengen, omdat zij dus uitgaan van hun eigen vooroordelen over het algemeen. Oh, als het zo zit, ja, als je het zo zegt, nou, dan, het brengen van de juiste feiten kan een hele dankbare en mooie rol zijn, zal ik maar zeggen. Met andere gemeenten zijn we, met andere raden zijn we dit dus ook gewoon aan het doen. En ontwikkelen wij dus in werkprogramma's of aan de hand van een levend experiment vaardigheidstrainingen om gewoon die rollen meer je eigen te maken. Dus dat is ook gewoon winst voor jullie individueel. En tot slot, meneer de voorzitter, zou ik zeggen dat ik dit alleen maar voorhoud. Ik doe het tot mijn eigen verbazing nu al 9 jaar. Ik heb nog nooit zo lang een vaste baan gehad als nu. Ik heb het echt ongelooflijk naar mijn zin. Ik merk ook in de praktijk dat er heel veel behoefte is, ook in de samenleving, om tot een wezenlijk andere samenspel te komen. Maar dat je daar dus de tijd voor moet nemen en dat je vooral moet focussen op positieve energie. Ik doe zowel binnen onze eigen organisatie als daarbuiten eigenlijk niks met dode paarden. Die laat ik gewoon liggen. Maar met mensen die hier kleine vlammetjes van hun ogen krijgen, daar kun je wat mee. En die groep is veel groter dan je denkt. En die zit vaak niet alleen maar in die verantwoordelijke, maar juist ook bij die andere groepen. En die hebben dat vaak niet door, dat zij ook gangmakers zouden kunnen zijn in hun straat, in hun wijk, in hun dorp, in hun kleine kern, zal ik maar zeggen. En dat is een hartstikke mooie rol om dat te activeren en dat aan te zetten. Dus onze uitnodiging staat al, de uitgestoken hand. Studio Vers Bestuur is er, zeg maar, om te helpen, zeg maar, dit soort processen in te richten. Daarbij te assisteren, vaardigheden te helpen ontwikkelen. In ruil voor dat wij dat wat er geleerd wordt ook weer deelbaar mogen maken bij anderen. Dus dat is what's in it for us, zal ik maar zeggen. Wij zijn geen subsidieprogramma. Gelukkig niet, zou ik bijna zeggen. Want geld verpest een heleboel. Dit draait in eerste instantie niet eens om geld. Dit draait gewoon vooral om doen. Samen echt verder leren, zeg maar. Dus als jullie willen dat wij jullie lerend partner daarin worden, nou, van harte zou ik maar zeggen. En ik hoop dat we elkaar dan in de praktijk tegenkomen. Dank jullie wel. Frans, dank je wel. En als ik dat zo hoor, dan zou volgens mij de eerste vraag moeten zijn: willen we dat nog wel, dat Ommerakkoord? Want dat betekent nogal wat. Het is niet in 4 tot 8 weken klaar. Het staat niet zomaar op papier. Betekent nogal wat voor ons. Over ons kijken naar onze rol, hoe we dat gaan doen. Zullen we er fors op moeten investeren. Maar het is wel een donker perspectief als je dat schetst, geloof ik. Ik geloof dat je eigenlijk nauwelijks een andere keuze hebt dan dit soort dingen te gaan doen. Ja. De urgentie van wat je vertelde was ook volstrekt duidelijk, denk ik. Dat heb je ook aangegeven. En dan kom ik toch tot, toch altijd weer een hele zakelijke vraag. Zijn er nog vragen op dit moment? Ik realiseer me dat dit natuurlijk heel snel ging voor een aantal mensen die mijn uitgebreide verhaal nog niet gehoord hebben. Maar
Ik kan er wat dieper op ingaan als jullie daar behoefte aan hebben. Maar het ging mij er nu vooral om dat jullie, nu jullie erover aan het denken zijn, dat jullie van het begin af aan, in ieder geval wat de burgemeester zegt, je realiseert. Het zou niet zomaar wat moeten zijn waarvan je denkt, oh, laten we even een omakkoord gaan doen. Zo simpel is het niet. Maar als je het gaat doen, is het een hele zinvolle investering in jezelf en in je samenleving. Dus mijn advies zou zijn, ga ervoor. Maar bouw het met alle verstand samen heel zorgvuldig op. Geen vragen. Oké, okay. Geen vragen meer. Dan samen en zorgvuldig. En dan is het wel goed om te kijken hoe we dit dan verder ook handen en voeten gaan geven. Want dat is natuurlijk heel cruciaal. En misschien kan daar dadelijk in het vervolg door mevrouw Bakelaar nog wat over verteld worden. Mag ik jou danken voor je introductie? Ja, heel graag voor inleiding. Ja, dank u wel. Dank je wel. Ik kom dan bij het tweede deel van deze vergadering. En ik zou mevrouw Campagne willen vragen om vanuit haar rol als informateur de raadsleden terug te koppelen over wat uw bevindingen zijn tot op dit moment. Ja, inmiddels mag ik mij formateur noemen, burgemeester. Sorry, ik moet iets vragen. Formateur, u zei informateur en daar sloegen mensen op aan dat u de formateur mag zijn. We zijn een fase verder, de formateur, ja. Gaat snel, ja. Ik hou niet bij. Ja. Het woord is aan de formateur. Ja, dan moet ik die energie van Ferenc nog weer vasthouden natuurlijk. Om even aan te sluiten op de vraag die u eigenlijk aan de partijen stelde, van moeten we dit willen, zo'n Ommen-akkoord? Ja, ik zou zeggen, de omstandigheden in Ommen zijn er volgens mij echt perfect voor. In de zin van, u bent een kleine, compacte gemeenschap waar mensen samen iets willen. Dat heb ik uit alle verkiezingsprogramma's gelezen, heb ik de vorige keer ook gezegd. Jullie hebben het in de gesprekken aan mij aangegeven. Jullie willen samen met de Ommenaren de komende jaren vorm en inhoud geven. Het is klein compact, wat ik net zei. Elke voordeel heeft zijn nadeel, zou Cruijff dan zeggen. De ontvlechting van de bestuursdienst. Er komt een nieuwe ambtelijke organisatie. Die wordt al voorgesorteerd op de nieuwe manier van omgaan als gemeente met je inwoners. Nou, als jullie daar dan bij aansluiten als raad en het college uiteraard ook. Ja, ik zou zeggen. Nou, ik sluit me aan bij Ferenc's advies. Laat ik het daarbij houden. De vorige keer dat ik hier stond, 17 april, niet eens zo lang geleden, mocht ik mijn advies uitbrengen als informateur. En die avond heeft u mij ook gevraagd bij monden van de grootste partij van het CDA om verder te gaan als formateur. Dat heb ik met veel plezier gedaan. Die avond was openbaar. En toen vonden ook de partijen die nu aan het onderhandelen zijn het eigenlijk heel logisch in de lijn der verwachting dat de tussenstand van zaken ook nu in het openbaar hier met u wordt gedeeld. En dat mag ik doen. Ik kan er eigenlijk ook best kort over zijn, want na 17 april zijn er drie partijen, CDA, LPO en ChristenUnie, twee keer bij elkaar geweest. Inmiddels drie keer, sorry. Vanavond, voorafgaand aan deze bijeenkomst, zijn de partijen ook bij elkaar geweest. De gesprekken, even iets over de sfeer, dat is altijd wel goed om aan te geven. Constructief, open, eerlijk gezegd ook gewoon gezellig. We hebben ook gelachen over natte horeca en andere. Maar daar moet je bij zijn geweest, dus dat komt misschien voor bij de borrel. Wat is nou natte horeca, was eigenlijk de vraag. Die grap kwam steeds weer terug. Maar open, constructief, prettig, elkaar wat gunnen, collegiaal. Dus volgens mij een mooie bodem ik mag misschien wel zeggen, een nieuwe coalitie lijkt het erop. Voortvarend, elkaar, wat ik net zei, wat gunnen. Want wat is er nou aan de orde geweest? Dat zijn de punten geweest die ik hier de vorige keer mocht schetsen. Van wat zou er in een compact Ommer bestuursakkoord, zo gaan ze het noemen de partijen. Geen coalitieakkoord, maar een bestuursakkoord. Om iets meer de verhouding straks aan te geven, ook met een Ommerakkoord. Wat komt daarin? Nou, de contouren zijn de portefeuilleverdeling. Dat hoort er natuurlijk altijd bij. Daar is ook vanavond nog over gesproken. En dat lijkt eerlijk gezegd nog een kwestie van netjes de punten op de i zetten. Morgenavond gaan de partijen verder. Er komt iets in over de drie discussiepunten, dat zal u niet verbazen, die ik hier de vorige keer aan de orde stelde. Dat leken drie onderwerpen. Ik heb vorige keer ook gezegd, er zijn veel overeenkomsten, programmatisch gezien, tussen deze drie partijen. Er waren ook enkele punten van verschil, dat kan.
daar zit u voor in de politiek. En die punten gaan over lokale lasten, over de zondagsopenstelling en over de verkeersveiligheid, met name rond de Hessel-Mulenburg. Nou, daar is ook goed over gesproken met elkaar. En het lijkt er eerlijk gezegd wel op dat partijen daar ook wel uit gaan komen in het bestuursakkoord. Daar worden wat afspraken over gemaakt. Even kijken. Uiteraard ook toen even aan de orde geweest op 17 april. Er zal iets in het bestuursakkoord moeten komen te staan over dat de partijen onderschrijven wat de uitgangspunten en de visie is uit die house call schets die u al heeft gezien. Voor de, voor de ontvlechting van de bestuursdienst en de nieuwe ambtelijke organisatie. Partijen steunen die visie en uitgangspunten. Dat is belangrijk om dat bestuurlijk vast te leggen. In verband met de onderhandelingen die binnenkort starten, bestuurlijk, met Hardenberg over de ontvlechting van de bestuursdienst. Uiteraard niet onbelangrijk, financiële afspraken, verplichtingen worden vastgelegd in het bestuursakkoord. U stapt na verkiezingen nooit, begint nooit op een nulpunt binnen de overheid. U stapt op een rijdende de trein in de zin van er zijn de vorige periode, door het vorige college, financiële verplichtingen aangegaan. En die zal dit college, het nieuwe college, natuurlijk overnemen. Nou, die verplichtingen die worden vastgelegd. Er is wel met elkaar gesproken over wat zijn nou de komende tijd grotere financiële risico's. Want die zijn er ook. Die heeft u overigens als totale raad ook onlangs in een memo langs zien komen. En nou, die bestuursdienst is natuurlijk wel een heel belangrijk punt daarin. Nou, daar worden wat afspraken over vastgelegd. En er komen uiteraard ook onderwerpen die vooral niet in een bestuursakkoord vast worden gelegd, ook financieel gezien. En dat is vooral wat u straks als partijen gezamenlijk wilt en wenst met de Ommersamenleving. Hoe u dus vorm en inhoud gaan geven aan het Ommerakkoord, zodat daar uiteraard ook financiële middelen voor overblijven om dat te realiseren met de Ommenaren. Even kijken. Ja, en niet onbelangrijk, last but not least zou ik zeggen, er wordt iets in het bestuursakkoord opgenomen over hoe verhoudt een bestuursakkoord zich nou tot het Ommerakkoord. Het zijn twee verschillende akkoorden. Dit is de korte termijn versie, het bestuursakkoord. Gewoon bestuurlijke afspraken tussen drie onderhandelende partijen. En die gaan ook met z'n drieën willen graag leiding geven. Want er moet altijd iemand het voortouw nemen. Leiding geven aan de totstandkoming van het Ommerakkoord. En dat willen zij vooral graag samen doen met alle partijen zoals u hier aan tafel zit. Dus daar is verder nog niet over gesproken. Er zal alleen iets in het bestuursakkoord komen over hoe die twee zich tot elkaar verhouden. Dat is eigenlijk hoe het tot nu toe is gegaan, wat er aan de orde is geweest. Niet onbelangrijk, maar dat heeft u in de krant gelezen. Vorige keer toen ik hier stond was nog niet bekend wie voor de ChristenUnie de kandidaat wethouder zou zijn. Dat heeft inmiddels in de krant gestaan. De heer Jasper Zwaaier heeft inmiddels ook uiteraard kennis gemaakt met de andere beoogde wethouders. Nou, dat verliep ook in een goede sfeer, mag ik wel zeggen, toch? Dus dat niet onbelangrijk. Even kijken. Is het handig, want er is nog niet eerder een moment geweest waarop dat gebeurd is, dat u dan aangeeft wie de kandidaat wethouders zijn. Ik heb er een hele specifieke reden voor om die vraag te stellen. Ja. En als u de namen geeft, dan zal ik vertellen waarom. Nou, maken we het spannend. Kijk ik even naar de partijen of ik het mag noemen. Ja, ik geloof dat ik het mag doen. Ja? Ja. Ja, ik noemde net eigenlijk al een naam. Namens ChristenUnie is de kandidaat de heer Bart Jasper Zwaaier. Namens LPO is dat de heer Bongers, die zit hier aan tafel. En namens het CDA zal dat de heer Schelen zijn. En nu mag u vertellen waarom u dat wel weet. Dank u wel, want we hebben het reglement van orde opgenomen dat als nieuwe wethouders worden voorgedragen en voordat ze geïnstalleerd worden, heeft ook een integriteitsonderzoek plaats. En dan kan ik opdracht geven om dat integriteitsonderzoek nu te starten, want ik weet nu wie de kandidaten zijn. Ik heb dat nu van u gehoord. Dank u wel. Dit was helemaal niet van tevoren afgesproken, zoals u merkt. Heel spontaan. Nou, maar het is fijn om te kunnen melden. Dat we hier nu formeel mogen noemen, betekent ook dat er echt vaart zit in die coalitieonderhandelingen. Wat ik zei, morgenavond komen de partijen nog bij elkaar en wellicht is er dan nog één bijeenkomst nodig om de boel goed af te ronden. En daarna, mag ik al iets zeggen over die datum eigenlijk? U bent aan het woord, u mag van mij alles zeggen. Oh, dat is fijn. Nou, want inderdaad, er wordt op gekoerst om dan toch eind deze maand, dan wel begin juni, het nieuwe college, als dat dan mogelijk is. En het integriteitsonderzoek staat dat ook toe. Dat dan de nieuwe wethouders geïnstalleerd worden. En het zou wellicht ook heel mooi zijn dat de drie coalitiepartijen dan ook het bestuursakkoord kort kunnen presenteren. Dank u wel. Ja, natuurlijk.
Want dit was inderdaad de stand van zaken over de onderhandelingen tot nu toe. Ik vind het ook wel, als het mag, iets kort zeggen over wat er vanavond de revue is gepasseerd. Hans-Peter Benschop, mijn collega van het Trendbureau, heeft u meegenomen in trends en ontwikkelingen. Ik wil alleen even kort daarbij zeggen, neem het inderdaad mee in uw achterhoofd. Want wat vanavond voor mij heel duidelijk eigenlijk de rode draad tussen beide presentaties, ook van Ferenc. Hans-Peter heeft duidelijk aangegeven wat zijn de ontwikkelingen die op u afkomen. Dus wat wilt u? Hij heeft ook geschetst, er zijn veel onzekerheden de komende jaren. Of het nou gaat om de wereld van zorg en het sociale domein. Of dat het nou gaat om energietransitie. Vergrijzing brengt ook heel veel effecten met zich mee. Die onzekerheden zijn er, maar wat u wel kunt sturen is uw wil. Dat was ook duidelijk de boodschap. Wat wilt u? En vooral, heel erg en om, wat wilt u samen met uw inwoners, met het maatschappelijk middenveld enzovoort. En Ferenc heeft al een beetje aangegeven hoe dat kan, maar hij heeft ook benadrukt wat ik de vorige keer ook heb proberen mee te geven van neem de tijd. Die boodschap is nu denk ik wel overgekomen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat ook Hans-Peter heeft aangegeven wat de komende tijd de urgentie is. En dat u binnen die hele grote opgave van sociaal of duurzaamheid, dat daar binnen ook weer een prioritering zou kunnen plaatsvinden. En ook die prioritering zou u heel goed samen met Ommenaren kunnen doen. Dat u hen vraagt, wat vindt u nou belangrijk? Wat moeten we naar voren halen? Wat kunnen we op de langere termijn doen? En het geeft focus, denk ik, als u gaat kiezen. Want dat is, wat wilt u? Dat betekent dat u moet gaan kiezen. Of het nou gaat om vergrijzing, of het nou gaat om de veranderende werkgelegenheid, recreatie en toerisme. Dat zijn allemaal onderwerpen die ik de vorige keer ook gesuggereerd had voor een akkoord. Dan mag u uiteraard, gaat u daar zelf thema's in kiezen. En ook de veranderingen in de landbouw zijn niet onbesproken gebleven. En dat is ook niet voor niks, want Ommen heeft ook een groot buitengebied, een grote landbouwsector. En veel opgaven hangen tegenwoordig veel meer met elkaar samen. En een belangrijke boodschap van Ferenc was ook al, je kan dat als overheid niet meer alleen oplossen. Je moet het ook niet willen, maar het kan ook niet meer. Het zijn echt samensturingsvraagstukken waar onderwerpen echt aan elkaar ook hangen, vasthangen. Energietransitie heeft ook iets met het sociaal domein te maken. En dat gaat soms ook op werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die zonnepanelenparken daar kunnen werken of zonnepanelen kunnen repareren, om maar een zijspoor te noemen. En dat is het mooie, denk ik, ook de komende tijd. Dat is volgens mij waar ik mee wil afsluiten. Wat wilt u en doe het vooral samen in de raad en samen met de Ommenaren. Wellicht zijn er nog vragen? Zijn er nog vragen vanuit uw gezelschap? Dat is niet het geval. Mag ik u dan nog een vraag stellen? Zou u erop willen toezien, want u sprak over de portefeuilleverdeling. Dat voordat de portefeuilleverdeling definitief wordt, dat de burgemeester in de gelegenheid wordt gesteld om daar ook nog wat van te vinden. Nou, de partijen zullen beamen, toch? Kijk ik even, moeten ze wel meewerken nu? Nee, is niet gezegd. Dat heb ik vanavond benadrukt. Dat de burgemeester er ook nog iets van mag vinden. Ja. Dank u, fijn dat het mag. Staat ook in de gemeentewet. Dat is een goed idee, ja. Staat ook in de gemeentewet, dus ik maak graag gebruik van het recht van zelfspreken. Oké, dank u vriendelijk. Dank voor uw heldere terugkoppeling. En ik denk dat het ook heel duidelijk maakt aan iedereen hier aanwezig waar de onderhandelingen zijn aangeland inmiddels. En dat u ook voortvarendheid daarin betracht met elkaar. En dat stel ik op prijs. Ja. Dank. Dan kom ik bij mevrouw Bakelaar, de formateur. Ik maak die fout niet nog een keer. De formateur heeft al vrij precies aangegeven welke stappen er zijn gezet en hoe nu verder. Maar ik geef u graag als trekker van dit proces de gelegenheid om ook nog te melden wat u ons wilt meegeven vanavond. Ja, dank u wel, voorzitter. In aanvulling zeg maar op mevrouw Judith Kompanjer, mevrouw Kompanjer even. Morgenavond zitten we dus weer bij elkaar. En belangrijk denk ik om te benoemen is dat we dan ook gaan hebben over hoe kijken we nu als coalitie of als nieuw te vormen coalitie naar het Ommer-akkoord. Dat is heel erg belangrijk. En vooral ook de oproep om het samen te doen. Dus dat betekent dat we ook gezegd hebben, wij willen graag een bestuursakkoord neerleggen. Waardoor we kunnen besturen en de belangrijkste thema's en ontwikkelingen en financiën in worden opgenomen. En daarnaast ook met een voorstel naar de collega's te komen, dus naar de raad, rondom het proces om te komen tot een Ommer-akkoord samen. En daarbij zullen we zeker ook kijken naar de mogelijkheden om als lerende partner daarbij Studio Vers bestuur te vragen.
Dus nou, daar hebben we vanavond een en ander over gehoord. Tegelijkertijd zullen we ook kijken van hoe gaan we dan, of hoe gaan we dat dan samen organiseren, kijkende naar welke thema's moeten worden opgenomen in zo'n OMA-akkoord. Hoe kijken we er naar samen? Wat vinden we van onze rol? Hoe ver willen we gaan om dat ook echt gezamenlijk op te pakken? Dus bestuursakkoord, heel kort, om te kunnen besturen, zeg maar begin juni verwacht ik. En dat we daadwerkelijk ook komen tot een procesvoorstel naar de Raad om te komen tot een OMA-akkoord. Want dat we dat willen met elkaar mogen duidelijk zijn, niet zozeer omdat we het OMA-akkoord willen, maar omdat we samen met de samenleving, met de inwoners, in gesprek willen over bepaalde thema's. En dat is het belangrijkste. En dat kwam ook in alle verkiezingsprogramma's naar voren. Dus daar voelen we ook een gemene deler in. Nou ja, dat is denk ik de toevoeging even. Voor de rest is er al voldoende gezegd over de totstandkoming. Dank u wel, mevrouw Bakelaar. Zijn er nog vragen? Meneer De Jonge. Ja, voorzitter, ik heb één vraag en die had ik ook al de vorige sessie aan de toen nog informateur gesteld. Want ik hoor mevrouw Bakelaar weer zeggen van wij onderschrijven ook dat het van belang is dat er een soort OMA-akkoord komt. Sterker nog staat bij ons verkiezingsprogramma zoiets. Maar ik hoor mevrouw Bakelaar zeggen, hetzelfde wat de informateur een aantal weken geleden zei, van wij gaan de thema's bepalen waarmee we het veld in gaan. En juist Ferenc Verdamme die zei van dat is niet handig, want u moet niet gaan bepalen van wat, en dat heb ik een aantal weken geleden ook al aangegeven, van blijft mevrouw Bakelaar erbij dat, degene die in dat coalitieproces zitten, blijven hierbij dat wij hier gaan bepalen welke thema's de inwoners inspraak in hebben. Mevrouw Bakelaar? Nou, misschien goed, fijn dat de heer De Jonge daarna vraagt. Er zitten twee verschillende processen in, meneer De Jonge. Want je hebt een proces wat wij met elkaar moeten maken. Hè, van hoe komen we nou tot een OMA-akkoord? Welke thema's denken wij dat belangrijk zijn? Om dan vervolgens ook weer te toetsen met de inwoners. Van goh, hoe gaan we dat dan oppakken? En zijn er nog andere thema's die missen? En dat hoort allemaal in dat proces van hoe gaan we dit nu vormgeven? Dit is nieuw voor ons. Dus nee, wij gaan het hier niet besluiten. Hè, we gaan het hier niet dichttimmeren. Maar we gaan wel contouren aangeven met elkaar. Alleen, dat is een groeiproces. Dat gaan we ook niet in 8 weken doen. Daar trekken we ook gewoon goed de tijd voor uit. Maar samen zullen we wel het proces vorm moeten geven. Wat willen we nou met zo'n akkoord? Hoe betrekken we de inwoners erbij? En hoe denken wij over thema's, onderwerpen die in ieder geval het waardig zijn of relevant zijn om op te nemen in zo'n OMA-akkoord, waarvan we denken dat er dus behoefte is om dat samen met inwoners te doen. Kort ja, nog even een korte verduidelijkende vraag dan. Van, hoor ik mevrouw Bakelaar goed zeggen dat zij zegt dat wij het wat gaan bepalen? Bakelaar? Nee, we zullen kijken naar van goh, het waarom. Hè? Er zijn een aantal opgaves waar we voor staan als gemeente en als overheid. En ik denk dat er gemene delers zijn op het moment dat je het over het wat en het hoe hebt. Soms zul je dat samen doen, soms zul je dat alleen door inwoners moeten laten doen. Dus dat zal verschillen per thema, per onderwerp. En eerlijk gezegd, meneer De Jonge, ik weet het ook nog niet. En daarom denk ik dat we heel hard begeleiding daarbij nodig hebben. Dank u wel, mevrouw Bakelaar. Andere vragen, meneer Moerman. Ik denk dat het goed is om even te inventariseren wie nog vragen wil stellen. Meneer Moerman, meneer Van der Mooren. Dan ga ik naar aanleiding van het antwoord, dan geef ik u als eerste het woord. Meneer Van der Mooren. Dank u wel. Ik denk dat het goed is om in aanvulling op wat Annelies Bakelaar net aangaf, om aan te geven dat als er sprake is van een bestuursakkoord of de contouren daarvan, de overige partijen in de Raad wel in de gelegenheid worden gesteld om thema's nog aan te leveren die zij missen. Die tussenstap wil ik wel nog aangeven. Ja, om in het OMA-akkoord inderdaad in te vullen. Maar die stap moet inderdaad ook nog wel genoemd worden. Dat is een verheldering en dat maakt het ook voor mij weer een klein stukje duidelijker. Dank u wel. Meneer Moerman. Ja, ik voelde me inderdaad aankomen. Het zou leuk zijn als de hele Raad nog een invloed heeft op het bestuursakkoord. Maar ik was daar wel begrijpen. Ja.
Maar goed, ik hoor inderdaad mevrouw Bakelaar zeggen namens de beoogde coalitie inderdaad van gaan het toetsen met inwoners. Ik zou het inderdaad, als ik de vorige sprekers inderdaad hoor, dan zou ik het omdraaien inderdaad. Hè. De inwoners gaan het toetsen bij ons. Dat lijkt mij dan inderdaad de goede volgorde. Maar wat ik ook begreep van de formateur is dat er in het aanstaande bestuursakkoord ook staat hoe de beoogde coalitie aankijkt tegen het Ommerakkoord. En dan ben ik heel benieuwd wat komt daar dan in en hoe, misschien kan mevrouw Bakelaar eerst zeggen hoe daar dan tegen aangekeken wordt. Mevrouw Bakelaar, kunt en wilt u daar al op reageren? Jawel, want ik denk dat we dit zo open mogelijk moeten doen. Wat we in het bestuursakkoord willen zetten, wat dus een heel klein, compact akkoord is. Hè, dus dat is echt heel erg belangrijk. Klein, compact, financiële verplichtingen en de thema's die ook genoemd zijn door de formateur. Dus dat is het bestuursakkoord. Het Ommerakkoord, hoe wij daar tegenaan kijken, daar gaan wij ook morgen verder over in gesprek. Maar nog belangrijker, dat wat we naar jullie allemaal willen aangeven, is van goh, hoe denken wij dat het proces om te komen tot een Ommerakkoord vorm kan krijgen? Wat vraagt dat van ons als raad? Wat vraagt dat van de inwoners? En welke thema's liggen er sowieso op ons bordje? Hè? En welke volgorde moeten we daar dan in bewandelen? En ik denk dat we daar advies in nodig hebben. Dus dat is wat er ook in het bestuursakkoord zal komen te staan. Hoe kunnen we samen vormgeven, dus als raad en met de inwoners, aan zo'n Ommerakkoord? Dank u wel, mevrouw Bakelaar. Zijn er nog andere vragen? Dat is niet het geval. Nou, dan kom ik bij een soort van algemene vraag. Die heet de rondvraag. In het kader van de rondvraag nog iemand behoefte? Ja, ik zag het op de agenda staan, dus ik loop maar even niks af. Dat is niet het geval. Dan dank ik u allen voor uw inbreng. Ik dank de inleiders voor hun inleidingen vanavond. Dat helpt ons denk ik echt weer verder. En ik dank vanzelfsprekend de formateur voor al haar werk dat ze tot nu toe heeft verzet. En ik ben heel benieuwd naar de vervolgstappen waar wij over geïnformeerd zullen worden. Ja. Wens ik u een mooie en zwoele zomeravond bijna toe. Hè?